Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij de Innovation Awards 2010. 325 inzendingen. We gaan beginnen aan de uitreikingen van de categorieën. De winnaar is Appie geworden. Die vonden wij Smart Science. Marduk de winnaar was. De winnaar in deze categorie is TikTegel. Winnaar is 10pages.com. De winnaar is Katawiki. En de winnaar is Marvin. De grand finale. We gaan praten over de top 5 genomineerden. Eerst wil ik een speciale prijs bekendmaken. Maria Leiding van Smart Science en Valentin van der Landen van 10page.com. Dus laat hem maar zien. Katawiki. Ja. Al onze wijsheid hebben wij iets besloten. 10page.com. Ik heb het voorrecht om ad interim de Groene Commissie jury te representeren. Als je aan groen kijkt, hebben we verschrikkelijk veel inzending gehad. 37. Let op wat er op groen gebied gebeurt. Marvin. Marvin is een energiesysteem. Enerzijds voor de bewustwording. Hoeveel verbruik je nou in een huishouden? Anderzijds voor de aansturing. Om bepaalde lampen aan te zetten, uit te zetten. In de kamer te regelen dat daar wat minder energie verbruikt wordt. Zowel vanuit thuis als onderweg via internet. En daar zit er nog meer in. Beveiliging, etc. Trommelgroffel. En de winnaar is Marvin. Ik vond het van Marvin vooral mooi dat het zo'n gadget-achtig systeem was. Het heeft geholpen dat een van de juryleden hem al daadwerkelijk had in thuis had aangesloten. Dus we vragen ook af of de rest van de juryleden nu ook mee mogen. Maar een van mijn laatste slotvragen is, over een jaar doen jullie dan ook iets op andere gebieden qua energie of alleen maar op elektriciteit? Want we missen het gasverbruik, misschien autoverbruik. Gas en elektriciteit zitten er al in. Autoverbruik is absoluut een ambitie en opwek hebben we ook al meegenomen. Dus ik denk dat we redelijk breed bezig zijn. Ja. Ja, dankjewel. Well, we've developed an energy monitor which also has the possibility to steer your heating in your home. Has the possibility for alarm functionality. But basically is aimed to make people more aware of their energy use in their house. Can you explain why did your brand exactly win, or your concept, compared to the other? Well, basically I missed the what the jury found, but it's as far as I've understood the richness. So it's a new concept, it has a gadget, and it has the possibility to go via the web, and it combines it with some basic steering functionality. So the total package is basically what we won, I think. Yeah.